Momenteel druk bezig met haar theatertour. Maar ze heeft tijd gevonden om zo vlak voor de laatste nog even hier te langs te komen. Christel! Christel, goedemorgen. Ja, of is het, ik ben het even kwijt. Het is nu. Middag, hè? Het is, nee, joh. Of nee? Of nee? 10:30. Ik ben ook al heel vroeg opgestaan. Oh ja, het is morgen. Het is ochtend nog. Dat scheelt weer. Okay. Nou. Hartelijk welkom. Fijn dat je er even bent. Je zit midden in je theater. Het is bijna klaar, hè? Ja, het is bijna klaar. Morgen hebben we de laatste. Ja. In het dampende Velsen. Ja, daar waar ik vandaan kom. Ja, in stad Schouwburg-Velsen, ja. In IJmuiden. Eerder opgetreden daar of niet? Nou, wel toen ik vroeger heel veel aan ballet deed. Stond ik op mijn speeches, stond ik daar ieder jaar een balletuitvoering te doen. Dus ik heb er wel heel vaak op het podium gestaan, maar in een andere hoedanigheid. Oké, dus je bent bekend met Velsen en de omgeving, dus dat is mooi. Komt er nog een tweede theatertour of is voorlopig even geen schrijven, nieuwe liedjes? Ja, nieuwe liedjes. Ja? Dat is wel, wordt de tijd. Ja, we hebben elkaar een tijdje geleden aan de telefoon gehad, toen begon je er ook al. Ja, dat is waar. We zitten eigenlijk een beetje zo van, nou, kom maar. Ja, we zitten er klaar voor. Nou, ik heb daar ook heel veel zin in, maar het is er tot nu toe nog niet helemaal uitgekomen. Maar ik heb nu wel weer de spirit terug, dus ik ben vol in het schrijven bezig. Het klapblok is alweer ter hand genomen, ja, zeg zeker, maar. Ja, zeker, ja. Oké. Nou ja, ik ben blij dat je er bent. Je bent niet alleen, je hebt gelukkig een fijne toetsenist meegenomen. Ferry. Hi, Ferry. Je gaat een cover doen nu, hè? Ja, nou ja, dit liedje doen we ook in de theatershow. En nou ja, op zich heeft de tekst nu niks met dit onderwerp te maken. Maar ik vind het zelf altijd een heel mooi, hoopvol liedje. En ik vond het wel passen in de hele sfeer. Nou, ik vind het wel fijn dat je even gewoon komt om dit voor ons en voor de lieve Radio 2 luisteraar even te spelen. Ja. Het is James Bay met Let It Go in de uitvoering van Christel live. Thank you.
Dat is bijzonder vrij uitgevoerd. Ik krijg een fax nu van James Bay. Die zegt, oké, die van mij mag nu van het album. Die van Crystal is voortaan de versie. Prachtig. Wow, dit doe je in het theater ook, hè, deze versie. Ja, zeker, ja. Prachtig. Heel goed. En Ferry achter de toetsen ook waanzinnig mooi gespeeld. Ik had even een momentje van... Je mag nog even... Ja, we gaan nog niet naar huis. Nog langer niet. Crystal hier live in de